Formido, Ericsson, Wantel. Official sponsors van de bus. Ik denk dat er daar bij andere types daar geschikter voor zijn voor in de Playboy. Waar gaat het niet om? Ze hebben liever langharige blondjes, dus doe maar Esmeralda en Esmee. Ik wil van onder komen, ik wil van boven komen. Ik wil je van alle kanten wil ik je pakken. Kom maar op. De bus staat nog steeds in het Tielafstadion. Morgenochtend zal er voor het eerst gewerkt worden door 5 van de 11 buspassagiers. Ik heb een slaapzak, meen ik. Jongens, we mogen werken, dus even goed uitrusten, ja? Ja. Hey Ivan. Zolang jij nog niet hier ligt, dan... Hey, wat doe jij daar dan nog? Waarom lig jij niet hier op je bed? Ik ben moe. Nee, wij zijn geen badjes. Jij bent gewoon een badje. Maar kunnen we morgen wel zien? Ja. We zullen het zien morgen. Nou, ik denk als wij bijvoorbeeld maar 1900 stoeltjes halen, dat wij dan bijvoorbeeld het bedrag... Ja? Dat 125 of zoiets is. Nou, ja, ik weet het ook niet, maar al die 2000 makkelijk, joh. Nou, wij kunnen heel hard werken, joh. Dat weet ik. Genoeg? Hoeveel hoor. Nou, ze heeft het boek net gelezen. We moeten zo de vuilniszakken nog eventjes hier in de container gooien. Oh, ja. En de stoelen netjes recht zetten. Alle kopjes hier weg, asbakken leeg. Ja. Gewoon dat netjes. Ja, ik moet, okay. Morgenavond. Ik denk dat ik er vroeg in lig. Ja. Maar wanneer... want we beginnen dus vanaf vandaag. Morgen. En dan tellen we 8 dagen. En dan begint het... Ja, we zijn daar al begonnen? Ja. Ja, vandaag officieel. Ja, we zijn vandaag begonnen. Zijn we officieel begonnen. Dus vanaf... Wolf verwarrend allemaal. Nou, makker. Wat een knus. Heb je knus in de bus? Oh, morgen werken. Jezus, man, ik heb mijn baan opgezegd. En het... Ja. Ik moet nog werken. Het begin, ja. Als ze dat zien op tv, dan zeggen ze wel ook, wist je dat hij dat ook kon. Moet je dat ook vaak ook doen? Ik wil niet toch hoor, maar ik kan bijna alles. Jongens, raap je even iets stukje verderop dat ze gaan praten. Ik ben heel bescheiden. Yeah, right. Mensen zeggen dat ik heel bescheiden ben. Mensen, ja. Ik kan alles. Ik vind dat ik een plaats in de bus heb verdiend op dat. De meeste buspassagiers kunnen het vooralsnog goed met elkaar vinden. Alleen tussen Shecky en Willeke lijkt de spanning langzaam op te lopen. Reden voor overleg in klein comité. Met elkaar in een hokje. En niet alleen jij, maar ook Shecky. En natuurlijk, hij reageerde vanavond zus. Ik deed zo. Nou, dat is... Oh, vinden ze prachtig. Tuurlijk vinden ze prachtig. That's it, daar gaat het om. Maar als je dan maar wel... Nadien over praat. Weet je dat ik met Shecky ging zei, en dat ik zei van... Joh, ik ben van je geschrokken, zat je naast. Wat zeg je? Nou, ik ging daarna even met Shecky, ging op de schoot zitten. Ik zeg, Shecky, ik ben van je geschrokken. Het zit nee, zus en zo, wat ik praat. Ja, maar dat is juist goed. He, van, gewoon, want is... Maar dan wordt het dus gewoon nog moeilijker, want je krijgt dus een hele diepe band met elkaar. Dan nog moet jij mensen gaan nomineren en dingen gaan zeggen die jij niet wil zeggen. Dat is als je bij de laatste 5 bent. Want dan ben jij niet meer... Aziz en Willeke, nee, dan zijn we godverdorie maatjes door dik en dun. Zo diep gaat dat hoor, Aziz. Echt waar. Nou, weet ik. Nachtelijke activiteiten. Nou, wat is er wel? Hey, mogen we dingen even omhoog doen? Ja. Je kunt wel. Het valt al uit de hand hier allemaal. Ranzig. Ach, we maken het nooit. Ga je ons allemaal af, Esmeralda? Nou, dat hangt erop of ik daar zin in heb. Oh. Ja, maar het uit van zo'n 16 miljoen mensen zitten. Ik wacht er niet op.
dit is wel erg. Nou ja, dat maakt niet uit. Erg wat? Veel. Ja. Wel vast een goede massage voor morgen, oké? Hé, hey, dat gaat ervan, hè? Dat doen wij volgende week bij al die anderen ook. Zondag. Aziz heeft het er moeilijk mee dat de groep aanstaande maandag al een van de passagiers weg moet stemmen. Ook heeft hij nog niet helemaal in de gaten hoe het nou precies zit met die spelregels. Weet je wat mijn advies is voor jou? Lees elke dag één keer. Ik heb het ook gedaan, hoor. Dat boek een keer door. Ja, en laten we één ding niet vergeten. Het wijst zich op een gegeven moment vanzelf. Ja, want wij, de eerste week. Ja. Want wij krijgen dat door via de laptop. Ja. Wie dan de populairste is. En die gaat op start. Klopt, ja. Wij krijgen door de top 11. En dan gaan we zitten met de laatste 3. He, en dan een week later, nu wordt het allemaal in één natuurlijk gedaan deze week. Dus het wijst zich natuurlijk vanzelf. En we zijn met z'n 11, dus het is niet dat je het alleen moet oplossen. En ik vind, we zijn allemaal winnaars. Allemaal, stuk dat stuk. Dat vind ik en dat moet je in je kop houden. We zijn allemaal winnaars, want we zijn allemaal in die bus geweest. Of je nou als eerste eruit gaat, of als laatste. We zijn allemaal winnaars. Want één ding, wat Willeke zei, dat degene die deze week gaat, en ik denk ook de tweede, misschien de derde zelfs ook nog. Ja. We zitten hier met een groep, wat ik zelf vind een gigantisch leuke groep. Ja. En dan moet je één kiezen. En dan heb je ook pech bijvoorbeeld dat één week heeft het publiek jou gezien. Wat laten ze zien? Wat laten ze zien? Ja. Dus dan sta ik... sta op die laatste 3 met nog 3 hele leuke, met nog 2 hele leuke, waarvan je zoiets hebt. Ik moet kiezen tussen mensen die ik helemaal niet weg wil hebben. Maar je moet me eruit stemmen en niemand wil me weg hebben, bewijzen van. Maar Nederland heeft gekozen. Ja. Nieuw. Ambipure Bedroom. Zachte geuren van viool en jasmijn. Speciaal voor de slaapkamer. Ambipure Bedroom. Voor een rustige nacht. Kijk, daar gaat meneer de Vries. Op de fiets. Ja, dan denkt u misschien, die is niet goed bij zijn hoofd. Maar dan vergist u zich. Meneer de Vries, meneer de Haan. Meneer de Vries werkt namelijk bij Hak. En Hak heeft nu ook diepvries. Vandaar. Kees, koffie. Nou, iets warms gaat er wel in. Hak groente à la carte. Lekkere verse groente met een heerlijk sausje. Dus u begrijpt, u moet voortaan ook de diepvriesgroente van Hak hebben. Voor 1 Pickwick actiezegel en 3,90 heb je al een theeglas met Nijntje. De glazen en andere theegeschenken met Nijntje vind je in de DE geschenkenwinkels. Een gave huid is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gelukkig is er Eucerin. Klinische studies tonen aan dat Eucerin de huid diepgaand en medicinaal verzorgt. Vraag uw apotheker of drogist naar Eucerin. Eucerin. De medicinale huidverzorging. Hij is er, de nieuwe TMF Hitzone 9. Met Lena Marlin, 5, Ronan Keating en Scoop. Shania Twain, Benga Boys, Christina Aguilera, Roller Girl en Abel. Het is al lang verleden tijd. TMF Hitzone 9 is sterker dan ooit. Ik heb net mijn haar gekleurd en het leeft weer. Een primeur in permanente haarkleuring. Laboratoire Garnier ontwikkelde Nathea, een voedend kleurmasker dat kleurt en voedt tegelijkertijd. Als een schoonheidsmasker, maar dan voor je haar. Nathea voegt voedende conditioners en fruitolie direct bij de kleur. Precies wat je nodig hebt. Je voelt het verschil. En de kleur? Kijk maar. Je haar leeft ervan op. Het verandert. Of het krijgt een natuurlijke kleur terug. Nathea voedend kleurmasker. Gegarandeerd door Laboratoire Garnier. De Europese expert in thuiskleuring. Toch, hè? 5 uur wel wacht. 5 uur wel wacht. Goedemorgen. De Goudkoorts collectie van Kruidvat is nu nog roder.
Spaar niet alleen voor goud, maar ook voor zilver en horloges. Brabant, steeds verrassend, altijd voordelig. Every day, it's getting closer, going faster than... Met everyday.com heeft u op internet alles wat u nodig heeft. E-mail, winkelen, vrije tijdsbesteding, nieuws en nog veel meer. En wat nog het beste van alles is, everyday.com biedt u gratis toegang tot internet. Bel nu voor uw gratis aanmelding 0800 1730 of kijk op onze homepage everyday.com. Aangeboden door Tele2. Nu bij Kruidvat, bij aankoop van 2 actieproducten, een gratis jubileumtaart van de echte bakker en extra goudstaafjes. Schatje, stik jij even de kaars aan. Ze komt zo met de eerste vriendje. Willem is gek op varkensnietels, man. Ik hoor het er nog zeggen. Nou, dan zal ik hem eens eventjes goed verwennen. Zeker met deze met het vleeskeurmerk. Beter kun je niet krijgen, toch? Laat maar, schat. Ik ga wel. Hi, mam. Dit is Willem. Tja, met het vleeskeurmerk PVE IKB weet je wel wat je in huis haalt. Kijk, mama, bloemetjes. Wat zal ons huis vandaag lekker ruiken? Die bloemetjes zal ik even helpen. Ajax Bloemenfestijn. 3 nieuwe schoonmaakproducten met bijzonder aangename parfums. Uw huis ruikt zo lang schoon dat... Ik ruik ze nog! Ajax Bloemenfestijn. Vertrouwd schoon en ruikt langdurig lekker. Stap voor stap gecontroleerd varkensvlees. Verkrijgbaar bij slagerij en supermarkt. Democratisch is besloten dat degenen die gaan werken de ruimte moeten krijgen om zich terdege voor te bereiden op hun verantwoordelijke taak. Anders gezegd, de rest mag nog even blijven liggen. Het is 7:30. Een biologische klok. Ja. Toch, hè? 7:55. 7:55. Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, was mijn sapje zo klein af? Ook goedemorgen. Oh. Ja, nou. Slippers aan. Ja, is goed. Doe wel bij de rest. Ja. Ja? Ik ga lekker slapen. Ja, go. Ja, als ik ergens lijk, dan heb ik het actiever gedoe meteen. Hé, is het douche of hè? Ja. Ik heb een shit dat je ook kan. Maar dat valt er een sneuk s'nachts, zeg. Gek van vannacht. Wat zeg je? Was dat die naast je zat te sneuk? Wie was dat? Dat is je eraan geluid. Job was enorm aan het sneuk. Job? Ja. Ik heb een concurrent erbij. Ik denk, wie is dat dan? Ik moet de andere kant een beetje kijken. Hoor ik Bart? Ja, dat kan niet. Ik denk van, nee, dat kan toch niet, Bart? Ik sneuk. Ik dacht ook dat jij het was op Bart. Dacht jij dat ik het was? Ja. Ik kwam uit jouw buurt vandaan. Ja, oké. Het was een man. Oké, daarom ben ik het meteen, hè? Een man uit mijn buurt. Ja, Tess had ook kunnen zijn, hè? Tess had ook kunnen zijn. Ik dacht eerst dat het jou, Tess. Ja, maar mijn neus is tuuk. Ik heb gisteren van mijn neus gekregen. Ja, tuuk, neus. Ja. Er zit een godsnaam. Zeg maar nu dan. Oh, dat ziet er goed uit. Ja. Nee, we hadden afgesproken dat we hier bleven, dat ze even de ruimte kregen. Ja, dat heb ik. Ik heb wel een tijd op de bankjes gezeten voordat ze allemaal klaar waren. Maar Tessa zat er daar even een gegeven moment op te maken. Dat ben ik niet. Maar dan moet je het gewoon even vragen. Nee, we hebben afgesproken dat we blijven hier in bed. Job ook.
Zo? Misselijk, hè? Ja, maar ja, en we hebben gewoon afgesproken. Dat is de ruimte. Kijk, ja, dat zei ik. Dus je moet hier gewoon blijven. Hoe moeilijk dat het voor ons ook is. En dan hebben ze lekker de ruimte. Dan moet je niet gaan douchen en niet gaan lopen daar. Je moet hier komen. Ik vind je wel. Maar, Job, blijf hier, jongen. Kijk, tegen Job kan je dat gewoon zeggen. Ja, dat is gewoon nog heel groot verschil. Ja, ik ga niet rollen. Ik ga er eens even met hem over praten. Dit is een Desha. We hebben water! Nee! We hebben water, man! Nee! Jullie maken je gewoon veel te druk over alles. Dat meen ik serieus. Maar daarom ben jij er. Daarom ben jij er. Nee, maar dat is het verschil eigenlijk tussen die twee knoppen. Weet iemand dat? Ja, maar het is gewoon even logisch nadenken. Gewoon, er wordt een tank gebouwd. Ja, dan moeten wij water gaan kopen. Nou, Tessa, zo logisch is het. Nee, in het begin werd dat gezegd. We waren gisteravond zo druk met die discussie erover. Over die watertank, ja, daar waren we zeker over in discussie. Dat kan wel. Kijk, als je het ding open trekt, komt er gewoon water. Het scheelt wel of we nou 10 liter water per dag moeten kopen of wat krijgen ze. Een zware dag. Nou. Even stoeltjes tellen, jongens. Helemaal vast even tellen. Dat moeten we allemaal doen, denk ik. Allemaal 3000, hoor, denk ik, hoor. Ik ben heel hard zin in. Zijn de schulpkarretjes al? Verwacht u ons? Nee, moeten we daar meelopen of niet? Moeten we hier wachten? Oh, dat moet lukken, hè? Dat is erg vies. Van dus mij. Van dus mij. Ah, dan moet je 4e minuut moet je redden. Oh, ik 100% zeker. Dat kan niet, man. Achter, 4e minuut, dat is wel erg veel, hoor. Jongens, een hele klas, een schoolklas komt binnen. Dit is leuk. Kijk dan. Allemaal in de bus? Ja, kijk. Hey. Gaaf. Oh ja, staan ze daar schoon te maken. Komt een hele schoon klas binnen. Ja. Net iets niet wat je kan gebruiken. Weet je wat je doet? Je gaat eerst allemaal schuren. En dan ga je later met één doek erachteraan. Nou, maar dan droogt het in, hè? Als het indroogt, dan wordt het gelijk smerig. Dan krijg je weer flikken. Nou ja, maar ik kom er achteraan, dus mijn doekje wordt natter. De oproep las in de krant om mee te mogen doen aan een televisieprogramma als De Bus. Toen dacht ik, Bart, grijp je kans, die krijg je maar één keer. Today we cook for you, Jenis. Dus er is een zwem zo. Loop je uurtjes nemen. Hey, ga door met z'n wil. Mag ik even? Ja, tuurlijk, jongen. When time is no much more. See you soon. Dus er mag een droom. Weet ik niet, hij staat in één keer op 0. Ja, heb ik al gedaan. Automatische start, klok, power. Hey, uit. Stop, ja. Hey, kunnen we deze wekker ook instellen voor 's ochtends? Ja, natuurlijk. 7:30. Dit is een wekker. Dat is een wekker. Hey. Dat hebben zij expres gedaan. We hebben een wekker. Nou hoop ik niet dat ze ze kopen. Kijk, zie je? Nou, gaan we hetzelfde systeem doen, Aziz? Ja, ging goed, hè? Heb je nog genoeg water? Ja, dat was half van kinderen. Ah, ga door, joh. Hey, Bart weet het, hij wordt herkend. Hij wordt herkend. Hij wordt helemaal aan het blozen. Komt u er? Komt-ie. Ga ik op trappen? Weet je hoe dat moet blokken? Pakken.
Nee, pak hem. Ja, pak een kat. Als jij hem vastpakt. Ja? Nee, nee, pas op, hè. En daar ben ik zo aan het laten vinden, dan spring ik omhoog. Ga niet vegen. Okay. Nee, je kan hem pakken, maar dan moet je kunnen handelen. Ja. Het is niet van... Oh shit, ik heb zijn been, wat moet ik nu doen? Yes, yes. Ja. Nee, dan moet je in een reflex, als hij zegt van, als hij gaat trappen, als hij gaat trappen, dan pak ik hem. Als je hem pakt, dan is het, ga ik vegen, onderuit halen, geef ze een trap. Die heb je, dan is het gewoon boef. Hup, haken en naar achteren duwen en boem, drie. Ik heb ondertussen wel je mieren te pakken gehad, ja, hè? Ja, nee. Ah, hij heb ik in de haard gegrepen. Ik bedoel, die loopt buiten, bedoel, hij zit te stoeien. Waar is hij nou? Oh, die vent. Oh. Live. I feel no pain. Je gaat veel te veel naar achteren. Op een gegeven moment kan je niet meer, dan kom jij. Kom op, man. Kom op, man. Geen trappen, alleen boksen op het lichaam. Ja. Boksen op het lichaam, boksen. Boksen op het lichaam. Boksen, boksen, boksen. Nee, rustig. Gewoon cool. Gaat wel snel. Gewoon even rustig. Tikken, ja, tikken. Oh, sorry. Ze doen dat. Ja, tikken. Ja, ja. Tikken, jij bent. Gewoon tikken. Hup, tik, tik. Houd er rekening mee dat als ik die geef, links, links, hup, wil ik daar vandaan komen. Of ik doe die, ik wil van onder komen, ik wil van boven komen. Ik wil je van alle kanten wil ik je pakken. Oeh. Jij bent mijn tegenstander. Kom maar op. Goed zo, reactie, reactie. Kijk Willeke, nee serieus. Kijk Willeke. Oh ja. Leuk. Maar goed. Je wordt afgeleid, hup, je wordt uit balans gebracht. Hup, je gaat erin, je gaat erin. Kom op, links, van boven, van beneden. Doet aardig goed, moet ik zeggen. Ja, ja. Zo. Trap, trap, schijnbeweging. Trap. Oké, okay, now I'm gonna run. Hey Willeke. Nee, 24, 25. Zit je een beetje scheef of zit je er af en toe? Het is moeilijk, hij is te hoog. Moet ik je vasthouden? Ja, als je me vasthoudt. Zet hem recht. En kom omhoog, ja. Blijf in en uit ademen. Als je er vast zit, blijf in en uit ademen. Ik even trek zo, even tegen je handen. Ja, oh ja, lekker. Hoe doe je dat? Ja, je moet je rug breken zo meteen. Hou je handen vast aan. Even drukken. Oh jee, Tessa is moeilijk. Tessa aan bad, hè? Uh-oh. het is al maar 10:30, we hebben nog 4 uur de tijd. Kijk, deze daar, die twee bovenste hebben al gedaan, dus dat zijn er nog maar een paar. En moest ik kijken, hebben we tot 4 uur hebben we daar de tijd voor. Maar rustig even af en dan gaan we koffie drinken en dan gaan we de overkant. Ja. Ja, oké. Wat ik heel graag wil, is gewoon, dan zeg ik, want dat wou ik eerst voorstellen. Ja. 1 uurtje, ik doe die gordijnen dicht. Hé, voor mij. Ja, maar Wil, dat kan je niet voorstellen op vaste tijden. Maar we moeten er wel begrip voor het, hebben. Ik dat heb je het aangeeft. Juist, bad. Kijk, als jij nu zegt van jongens, ik ga daarheen. Ja, een uurtje dan voor mij. Komen wij daar even niet. Ja. Kijk, net zoals gisteren daar gisteren en Bart daar lagen. Kijk, en dan lig ik er wel bij of ik kom even zo nu en dan binnen. Maar als zij zouden zeggen van, wij willen even met z'n tweeën zijn. Ja, moet kunnen. Moet dat kunnen, dan kom ik daar niet en gaan die gordijntjes dicht en dan komen we daar even niet. En misschien is een uur lang, dat je een half uur... Nee, maar als je het zelf aangeeft, dan is daar gewoon helemaal niks... Ik heb dat wel nodig. Mm-hmm. En ik weet niet wie dat nog meer nodig... Beetje ik tijd heb voor dat... jezelf? Of, ja. Ik kan ook tijd voor mezelf nemen terwijl jullie hier allemaal zitten. Ik kan me echt helemaal afzonderen. Zoals ik gisteren deed met dat keuteren, zoals ik dat noem. Hè, dat ik bezig was, dat jij naar me toe kwam. Dat was even ook tijd voor mezelf nemen. Ja. Weet je, dan ben ik gewoon bezig en de rest zit daar en daar. En dan ben ik lekker zo de was eruit halen en dat en zo en zo en dat doen. En dan heb ik ook eigenlijk een beetje tijd voor mezelf. Dan zit je in je eigen kopje. Ja. Ja, dat is juist het voornaamste wat er is. Er stond ook mooi bij mij met mijn krantartikel. De gedachten blijven van mij en van niemand anders. Had jij dat in je krantartikel staan? Dat is een mooie. Ja.
Ja, jouw gedachten blijven van jezelf. Iedereen kan zien wat we doen. Iedereen kan ons lichamelijk zien. Onze gedachten blijven gewoon van jezelf. Kan niemand bij. Ja, dat zou best wel, ja. Man, ik vind de Playboy helemaal, ik vind het helemaal geen stom blad of zo, hoor. Nee. Ik lees de Playboys. We hebben een Playboy in de map zitten in de kapsalon. Ik lees hem ook altijd. Ja. Ik ben nou niet zo geïnteresseerd in die naakte vrouwen natuurlijk, maar... Nee. Dat zou ook wel, ja. Ik heb ook van die hele lieve collega's, toen kwamen er een paar van die jonge gasten in de kapsalon. Gaan ze Sabine eruit zoeken? Ja, is jongens, volgende maand is Antoinette erin. Zeg, dankjewel. Zeg, nou, ik denk het niet, hoor. Nou, ik weet het niet. Nee. Ik denk dat er daar bij andere types daar geschikt voor zijn voor in de Playboy. Daar gaat het niet om. Ze hebben liever langharige blondjes, dus doe maar Esmeralda en Esmee. De laatste. Nog doekje overheen, jongens. Dan zijn we klaar. Hier, doekje. Ja. Ja. Komt-ie? Komt-ie? Ja? 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 Oké. Okay. Ik laat de rekeningen gewoon in de brievenbus liggen. Nee, het is maar net dat hij nat... Want ik ben die ene kwijt. Dus moet je één keer omhoog tekenen. We hebben wel zonder boter. Ja. Met? We hebben niet veel, hoor. Nou ja, dan moeten we... Boer de schouder om. Misschien prima. Een keer om... Job. Ja, en dan een keer omheen. En dan nog een keertje eromheen. Uitsmijten. Dan is het prima. Kijk, dan maak ik het nat. Ik moet erop en eraf, want ik kan niet schrijven. Een steelpannetje. En je kunt... De rest van het is mooi. Ja, maar die man praat er nooit aan zo. Ik heb het nou verkeerd gedaan. Heb ik nou iets verkeerds gedaan? Je staat erbij omdat je wil zeggen van nou... Laat maar komen. Moet ik... Next. Doe het. Zo. Broodje erbij. Ja, die zijn zo meteen. Wil je er een broodje bij? Of, ja? Nog twee uurtjes. Dan mogen ze boodschappen doen. Ja, doe het alsjeblieft. Maar wij zijn heel dooi dat ik het zelf geen opsporen heb. Ik heb een hele dooi geprobeerd. Nou, moet ik weer bakken? Weet je hoe je dat moet doen? Ah, kom maar even. Ja, jongens, hebben we hier geen afspraak? Let me niet. Nee, nooit doen, man. Kijk, hij moet boven die pan hangen, hoort hij daar. Maar als je hem inlegt, dan gaat het bakken. Nee, dan krijg je het gepocheerd, hij. Vind je dat lekker? Gepocheerd, net als bij de... Ja, dat wil ze juist. Ja, oké. Dan moet je het er zo bovenop leggen. De gas iets lager. Even zo. Zo. Lukt het. Want ze wil niet dat die dooier gaar wordt. Dat die dooier gaar wordt, ja. Dan moet je nou krijg je dat het eigenlijk... Als je een ei in de kokend water... Vijf man voor één eitje. Ja, nou, we kunnen het wel, hoor. Oh, jullie hebben het ham erop gelegd? Ja. Ja, en nu doen we het zo. En dan is je een beetje gepocheerd en nu mag je even in en dan ben je klaar. Want kijk, die bovenkant moet toch gaar worden en het binnenste toch niet. Jongens, jullie hebben niet zeggen dat jullie nooit geen eitje gebakken hebben? Jawel, maar dit zou ik zeggen. Maakt ie? Goed zo. Dan ram ik er twee open. En dat is het. Ja, dank je. Leuk of heel leuk? Ja, dank je. Dit is echt leuk hier. Nee? Ik hoorde iemand anders nog de bak aan snurken eigenlijk. Koffie? Een klein beetje, ja. Nou, ik heb het wel gehoord, hoor. Ja. Ja, maar niet, dat was niet zo erg als de eerste keer, trouwens. Nee? Ik ben dan minder. Ja, gaat goed. We waren met de mensen met de lunch. Oh, doen we nog een bakje? Een klein halfje. Een klein bakje. Nee, nog een bakje meer, hoor. Want we hebben ook nog die kannetjes, hè. Dat is voor vanmiddag. Melk. Melk zit erin, toch? Dan gaan we pezen, jongens. Ik hoop wel dat hier water is, zijn, trouwens. Hij gaat wel halen, ja. We gaan wel halen. Ah, kijk dit, als een klein muppetje. Oh, die schuifjes heb ik wel gehad, die ijzertjes. Ah, kijk nou. Die heb ik wel gehad, hé. Ja, ja. Jong geleerd. Ja. Dat je zoontje mede de oorzaak was dat jij hier zat, of... Wie zegt dat? Hoorde ik dat je zo, of had je je zoon ermee blij gemaakt of zo? Nee. Nee, nou, dan heb ik een ander verhaal gehoord of zo. Ik heb mezelf opgegeven. Nee, maar zo bedoel ik het niet, maar dat... Dat hij er echt trots was dat jij hier... Ja, tuurlijk is hij trots. Hij had pamfletjes gemaakt. Met, ja, je was met die pamflet, ja, dat bedoel ik, ja. Nee, dat heeft hij zelf gedaan, joh. Helemaal uit zijn eigen, dat zei zijn moeder. Op een avond had hij foto's gepakt en een foto van zijn eigen dan bovenop geplakt. En een fotootje van mij. Ja, toen vroeg hij aan zijn moeder, want hij kent natuurlijk wel schrijven, maar niet goed, want hij is net 7. En toen vroeg hij aan zijn moeder natuurlijk of zijn moeder even het verhaaltje wou schrijven erbij. Nou, dat heeft ze dan gedaan. En toen hadden ze 40 of 50 van die kopietjes voor hem gemaakt. En die mocht hij dan met hun samen dan even gaan uitdelen, weet je wel. Overal rondbrengen of zo, in school. Zijn vriendje was apetrots, man. Maar ik belde hem ook op, gelijk die donderdag, weet je wel, dat Sylvana bij me was geweest. Belde ik hem 's middags op.
Ik wou er eigenlijk eerst naartoe, maar ja, ik had geen wagen, dus ik kon niet. Dus ik belde hem op en ik zei het zo tegen hem. Ik zei dat we erin zaten, weet je wel. Hij zegt ja, ik zeg ja. Ik zeg, weet je hoe dat nou komt, Wijnen? Hij zegt, nou? Ik zeg, kom allemaal door die pamfletjes. Ja, dat bedoelde ik, dat bedoelde ik, ja. Ja, je had hem moeten horen. Hè. Gaaf, hè? Ja, schitterend. Ja. Wij gingen ook heel snel. Lukt het dan nog? Ja, best. Gaat ook goed zo aan de andere kant, hè? Ja, eventjes. Je hebt ook een heel stukje gedaan. Even voor de rug. Moeten deze twee rijden zo nog? Ja. Die twee nog, ja. Oké. Okay. Gewoon even aanpoten, jongens. Kom op. We hebben natuurlijk al een beetje pauze gehad. Ja, gewoon even lekker aanpoten. Nou, lekker door. Oh. Ja. De spirit is goed, jongens. Het ziet inderdaad dat ze helemaal klaar zijn, want dat zijn geen kuipstoeltjes meer. Ze zitten maar het laatste voor de laatste. Oh, dat meen je niet. Dat zat ik net ook al aan te kijken. Dit meen je niet. Dat zijn geen kuipstoeltjes met de ronde daar en de ronde hier. Dat zijn allemaal betonnen bakken. Ja, zouden ze ze allemaal meer. Al gedaan hebben? Ja, of het zijn degene die duizen. Dat ze nog een rondje moeten doen. Ja, ja dag. Ja, maar normaal. Ze hebben nog anderhalf uur en hij heeft echt geteld. Een minuut per stoel. Nou, we kunnen nu uittellen. Dan kunnen we het zo zien hoe lang ze over stoeltjes doen. Ik kan geen stoel meer zien. Dit is echt het laatste. Voor de rest zijn er geen kuipjes. Ze zijn hier begonnen. Zullen ze daar echt begonnen zijn? Ze zijn hier begonnen. Ze zijn daar begonnen. En dan helemaal rondom? Ja, maar de bochten. Kijk, daar begint het beton al. Hier begint het beton al naast die deuren beneden, zeg maar. A miles away from nowhere. Ja. Ja! Ja! Wat hoor je nou? Ik hoor helemaal niks, hoor. Ik hoor toch Shaggy roepen? Hoor je het zo? Ja, ik hoor Shaggy. Ja, ik hoor heel Shaggy roepen. Hé, hey, maar waar zijn we nou mee bezig? Kijk eens. Ja! Hallo! Ja! Ja! Hallo! Hey, ik heb fans! Moet je eens zien kijken daar. Shaggy! Nee, dadelijk roepen ze allemaal gekkie en ik versta je. Hey, maar even luisteren, lieverds. Nou lopen jullie alles weer terug natuurlijk, hè? Oh, we gaan. Straks kom ik in. After this break. Baby, touch me here, touch me there. Hij zal ook helemaal bij me met Shaggy te roepen. Shaggy! Shaggy! Leuk, hè? Die kinderen. Mooi, hè? Shaggy! Hij is weer op de hoek, man. Move your mind, move your mind. En nu is gisteren de eerste uitzending geweest, dat hebben ze nog allemaal gezien. Ja! Hallo! Leuk, hè? Kunnen ze zien?